Het is vroeg op vandaag voor Carlos Hanekamp. Morgen. Hij is een van de gebruikers van de OV-probeerkaart in de regio Zwolle-Kampen. Morgen. Normaal is hij vaak aan het werk in Zwolle. Maar vandaag gaat de reis iets verder. Rotterdam. Ik heb een OV-probeerkaart. En daarin wordt aangemoedigd om eens OV te proberen in plaats van de auto. Het werkt in principe hetzelfde als een chipkaart. In dit geval is er van de organisatie van het proberen OV-kaart, wordt er dan saldo op je kaart gestort. Die moet je opwaarderen, ja, zoals een gewone OV-chipkaart. En dan hou je gewoon voor het automaatje heen en terug. Carlos heeft 4 weken gratis kunnen reizen met het OV. Met een maximum van €300. Het project is een initiatief van Beter Benutten Zwolle-Kampen. De OV-probeerkaart is eigenlijk een project om mensen kennis te laten maken met het openbaar vervoer. Omdat we vanuit het project Beter Benutten graag willen dat de regio beter bereikbaar wordt. Maar dat willen we niet doen door nog meer asfalt bij te leggen, maar juist te kijken hoe de alternatieven kunnen bijdragen. Nou, één daarvan is het openbaar vervoer. En we merken vaak dat mensen gewoon niet zo goed kennen. Hè? De mogelijkheden eigenlijk niet goed kennen. En zo kan je toch tot onvermoede ontdekkingen komen. Zo'n 100 mensen maken inmiddels gebruik van de OV-probeerkaart. Kosten €30.000. De bedoeling is om ze uit de auto te jagen en in het openbaar vervoer te lokken. Als we mijn reistijd bekijken, heen en terug. Doe je een half keer zo lang erover, dus ik doe er nu 3 kwartier over. Zal ik met de auto heen en terug 3 kwartier erover doen. Maar goed, ik denk, we willen toch proberen hoe dat bevalt en dan ook een maand volhouden. De reistijd is misschien langer, maar je kunt wel werken onderweg. En daarnaast dient het natuurlijk een goed doel. Minder files, betere bereikbaarheid en natuurlijk beter voor het milieu. Maar wordt het door zo'n initiatief niet te druk in het OV? Het is soms al behoorlijk proppen geblazen. Je ziet dat in het OV, zeker in het allerdrukste half uur, zeg maar, best vol is. En daarom is het ook goed als mensen hun tijd wat spreiden. Hè. Dat is eigenlijk ook het onderdeel van het programma Beter Benutten. Dan kijken of je nou echt per se precies op dat allerdrukste moment moet reizen. Of kan het ook ietsje eerder of ietsje later. En dat scheelt toch ontzettend veel, zowel op de weg als in het openbaar vervoer. Voor Carlos Hanekamp zitten de 4 probeerweken erop. Een vervolg zit er niet in door een verandering van functie, waarbij hij meer moet reizen en het OV geen optie is. Maar ik vond het wel goed om geprobeerd te hebben. Want ik wou eens kijken hoe dat mij beviel. Het is natuurlijk erg makkelijk om altijd de auto te maken. Beter Benutten Zwolle-Kampen is nog op zoek naar nieuwe deelnemers. Het project is daarom verlengd tot en met begin volgend jaar.